Zwolle is een echte Delta-stad, zoals jullie gezien hebben. We hebben soms te veel en soms te weinig. En daar moeten we dan mee dealen met z'n allen. En dat doen we niet alleen als Zwolle, maar dat doen we samen met onze partners, waterschap en provincie. En heel veel anderen in de stad. We zijn op dit moment als Zwolle zijn we bezig met een Zwolse adaptatiestrategie. Die adaptatiestrategie die is nu conceptgereed. Die wordt binnenkort wordt die in het college gebracht en dan gaat die uiteindelijk door naar de raad. Jullie hebben de primeur in dit geval. Hij is wel een klein beetje aangepast, iets minder sheets. Ons doel is in 2050 klimaatbestendig ingericht te zijn. Veilig voor overstromingen en aangepast aan extreem weer. Zoals net al duidelijk in het filmpje werd, we zijn de Delta-stad uiteindelijk kwetsbaar voor het water wat door Zwolle heen gaat en uiteindelijk om Zwolle heen gaat via de IJssel en via de Vecht. Wat in het filmpje niet nadrukkelijk naar voren kwam, is dat de binnenstad van Zwolle in dit geval, dat is de Ster, ligt buitendijks en wordt niet beschermd door het regionaal systeem. Dus ligt gewoon buitendijks. Dus wij als gemeente Zwolle hebben gewoon zelf ook een opgave. En dat is redelijk uniek. Ik denk dat er misschien wel een paar plaatsen zijn in Nederland waar dit speelt. Maar wij hebben ook een opgave. Tegelijkertijd hebben waterschap, provincies, die hebben ook een opgave. Als het gaat uiteindelijk het op orde houden, het sterkte houden zeg maar, van de waterkeringen. Dus we hebben een gezamenlijke opgave. Ik weet niet of jullie deze plaatjes kennen van de klimaatschadeschatter die eind vorig jaar, begin dit jaar gepubliceerd zijn. Als we kijken naar de schade die in Zwolle mogelijk zou kunnen optreden als gevolg van plensbuien, hitte, overstromingen. Volgens de klimaatschadeschatter zou dat richting de 200 miljoen kunnen gaan. Net hebben jullie al gehoord van, alleen al vanuit het regionaal systeem zou de schade al op kunnen lopen naar 1 miljard. In dit onderzoek is er alleen maar gekeken naar de schade vanuit de primaire waterkeringen en niet zozeer naar de regionale. Dus dat zit hier niet in. Als we kijken naar wateroverlast, die is ingeschat op 50 miljoen. We hebben heel gedetailleerde stresstesten gedaan voor extreme neerslag. 70 mm in een uur tijd, TS 100, uitgaande van het klimaat 2050, levert eigenlijk al een mogelijke schade op van tussen de 60 en de 80 miljoen. Oplopend naar 300 miljoen. Dus dit is een eerste beeld die geschetst is. Maar wij zijn vanuit Zwolle zijn wat veel verder. We hebben veel meer stresstesten gedaan en zaken in kaart gebracht. Dat hebben we niet alleen gedaan. De Zwolse adaptatiestrategie die hebben we opgesteld, of die is eigenlijk tot stand gekomen, samenwerking met waterschap, provincie, verzekeraars, ondernemersverenigingen, inwoners. Natuurverenigingen, Natuurmilieu Overijssel. Heel veel partijen hebben meegedacht in die Zwolse adaptatiestrategie. We hebben stresstest uitgevoerd, zoals ik net al zei. Die hebben we opgenomen in een soort van kaartverhaal, die uiteindelijk ook beschikbaar wordt gesteld aan onze inwoners en bedrijven. Dus die bieden we ook echt handelingsperspectief met het kaartmateriaal. En wat uiteindelijk uit het hele verhaal naar voren komt, is van waar willen wij als Zwolle op in gaan zetten, samen met de partners, is dat we een waterrobuust Zwolle gaan krijgen. Dus echt bestand zeg maar, tegen het verhaal, die overstromingen vanuit het regionaal watersysteem. Dat we een stad hebben waar echt groenblauwe netwerken zijn aangelegd. En ik zal dat zometeen aan de hand van een ander beeld zal ik dat toelichten. En dat we de sponswerking uiteindelijk in de stad, wijkbuurten, dat we maximaal gaan vergroten. En wat verstaan we onder die sponswerking, zal ik zo kort toelichten. In onze adaptatiestrategie op 1 staat eigenlijk dat waterrobuust Zwolle verhaal. En een beetje schematisch, ik weet niet of deze het werkt. Oh ja. Hier zit, dit zijn de, zeg maar de weteringen, die lopen door de stad heen, als het ware. En die afvoer door de stad heen, die is beperkt. En uiteindelijk, ook al zouden de dijk op sterkte zijn, bij wijze van spreken, dan kan niet alles door de stad heen. En dan zoek je toch naar andere soortige oplossingen, maatregelen. En dat is gelegen in het meer in het buitengebied, dat je voor de stad zelf, en dat is, pak hem even anders,
Dat is de hoogtekaart, de hoogtekaart van Zwolle. Groen-geel is hoog gelegen. Is hoog gelegen. En blauw rondom de stad, dat is lager gelegen gebied. Nou, dat zou heel mooi als een soort van retentie kunnen bieden, zeg maar, in tijden dat we gewoon te veel water hebben. Het gaat uiteindelijk om die slimme mix van hoe passen we die waterkering aan. Zou je hem eventueel waterrobuust kunnen inrichten? Dat je zegt van, nou, op onderdelen, op een bepaalde delen van zo'n waterkering maken we hem overstroombaar. En dan gaan we dat water wat meer geleiden, zeg maar, richting buitengebied. Daarmee kun je uiteindelijk heel veel schade beperken. Nou, dat zijn allemaal oplossingsrichtingen die we de komende tijd, in ieder geval in 2019, gaan onderzoeken. Dat gecombineerd met wat Zwolle wil. Zwolle die wil zelf ook in haar stad, in het stedelijk systeem, in het stedelijk gebied, wil ze dus groen-blauwe netwerken realiseren. Dus stel dat er te veel is, dan is er misschien wel een mogelijkheid om datgene wat te veel is, eventueel over te laten lopen in die groen-blauwe netwerken. Dus het gaat om, zeg maar, het samenspel van het buitengebied, maar ook het stedelijk gebied. Dus je benut eigenlijk de ruimte die beschikbaar is in de stad, eigenlijk zeg maar het landelijk gebied en eigenlijk in de hele regio. De inzetplaatje, zeg maar, aan de rechts onderin. Uit de stresstest is naar voren gekomen dat als gevolg van extreme neerslag, maar ook hitte, dat dit de aandachtsgebieden zijn. Deze gebieden zijn erg versteend. Zit niet of nauwelijks oppervlaktewater in, of juist heel beperkt. En daar zouden we juist die groen-blauwe netwerken willen gaan aanleggen. En dat is geschematiseerd als die mooie blauwe dikke lijnen. En op een aantal plekken zijn er geen verbindingen. Die moeten dan gerealiseerd gaan worden. Maar uiteindelijk zou het, ja, tenminste, dat zal het ultieme zijn, dat je op de een of andere manier het teveel aan water ook deels in die stad zou kunnen bergen. De stad als spons. Ja, dat betekent dat iedereen eigenlijk meedoet. Hier zijn met name inwoners en bedrijven staan hiervoor aan de lat. Bedrijventerreinen, 80-90% is privaat op die bedrijventerreinen. Daar heb je als overheid eigenlijk maar heel weinig over te zeggen. En als het gaat om het stedelijk gebied, dan gaat het over pak een beetje van 50-60%. Dus je moet het met elkaar doen. Dus de stad als spons. Even een voorbeeld. Een van die wijken die ik net liet zien, tenminste een van de aandachtsgebieden, is een wijk Assendorp. Plaatje linksbovenin is een gracht die zo rond 1900 is aangelegd. Maar zo rond 1900, nou ja, de inzameling van het afvalwater, dat was niet helemaal optimaal. En dat afvalwater dat werd afgevoerd naar deze gracht. En die werd ook wel in de volksmond de Martelaarsgracht genoemd. En dat heeft ongeveer een jaar of 7-8 geduurd. En toen is hij uiteindelijk gedempt. Het was uiteindelijk in de zomerperiode was het gewoon niet te harde. Je kon hier niet wezen. Hij is gedempt. Maar met de kennis van nu hadden we deze gracht heel goed kunnen gebruiken. En dat is te zien in het plaatje hier aan de rechterzijde. We hebben die extreme neerslagbui van 70 mm in een uur, die hebben we doorgerekend. En het blijkt dat hier als gevolg van die bui zomaar schade kan ontstaan. Die ligt tussen de, pak een beetje, zeg maar, rond 1 miljoen. Wat we gedaan hebben in onze modelberekeningen, dat is hier links onderin te zien, hebben we die gracht fictief teruggebracht in het gebied. En door die gracht terug te brengen, minimaliseren we uiteindelijk de schade. Met dan eens een keer een verbinding onder het spoor door richting het watersysteem aan de andere zijde van het gebied. Het is ook heel mooi te zien, hè? Dit is de hoogtekaart, gewoon de hoogtekaart die je via internet kunt bekijken. En dan is heel duidelijk te zien dat Assendorp een soort van badkuip is. Er zit geen water in, helemaal niets. Alleen een rioleringssysteempje die uiteindelijk uitgerekend is op een bui van 20 mm in een uur. Ja, en dan kun je nagaan waar gaan de problemen ontstaan op die plek. En hoe doen we dat dan? Want deze locatie waar die watergang dan ligt, maakt onderdeel uit van een van die blauw-groene netwerken. En dit kunnen we niet alleen. Want die watergang die hier nu geprojecteerd is, die ligt op grond van een ontwikkelaar in dit geval. Dus dat vraagt hele nauwe samenwerking. Ook met andere partijen om uiteindelijk die klimaatopgave gerealiseerd te krijgen. Gisteren stelde een van onze collegeleden nog de vraag,
Maar als we nou eens voldoende kratjes de grond in gaan brengen, gaan we het daarmee redden? Dan gaan we het niet meer redden. Het vraagt die klimaatverandering, die klimaatopgave vraagt om grootschalige maatregelen. Zowel in het regionale systeem als ook in het stedelijk systeem. Het is niet zo dat we eigenlijk vanaf nul begonnen zijn. We willen heel graag wel van kwetsbaar naar weerbaar. Dit is een Phoenix-wijk. In deze wijk wordt een grote hoeveelheid waterberging wordt gerealiseerd. Uiteindelijk om zelfs een bui, à la die van Kopenhagen, want dat is 150, 160 mm in 2 uur tijd, om die hier op te kunnen vangen. Nog sterker, dit gebied vangt ook nog een heel groot deel van het gebied wat erachter zit op. Dus we houden ook rekening met de opgave vanuit andere gebieden. Heel groen ingericht, hittebestendig. Dit is een heel mooi project, ook langs het regionaal systeem. Realisatie van een woningbouw van een ontwikkelaar, wil iets realiseren. Woningen die zijn in de waterkering gepland. Nou, uiteindelijk in goed overleg met partijen, waterschap, provincie en ook gemeente. Is uiteindelijk hier maken deze woningen onderdeel uit van de waterkering. Door middel van een damwand die erin geheid is. Ja, en uiteindelijk, als het gaat om die sponswerking. Kijk, al die kleine beetjes dragen bij. Dus ook onze inwoners zijn op dit moment op heel veel plekken zijn ze bezig met het vergroenen. Dit zijn de zogenaamde geveltuintjes. Juist in die gebieden die heel erg versteend zijn, hebben bewoners het niet over klimaatverandering of klimaatadaptatie. Daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Ja, ze zijn er mee bezig, enkeling. Maar merendeel zegt gewoon, wij willen gewoon een prettig leefklimaat hebben. Gewoon een prettige wijk of een woonstraat. Daar zijn ze mee bezig op dit moment.